Ik ben Pieter Joost Verhoef, ik werk bij Adobe Benelux. En daarbinnen verkoop ik onze marketing cloud oplossingen. Wij zijn bekend vanuit de Creative Cloud, van de Photoshop oplossingen. En de oplossingen waarmee je bijvoorbeeld mobile websites en mobile apps bouwt. En alles voor de creative professional. Maar we hebben ook een hele suite aan oplossingen, een geïntegreerde suite aan oplossingen. Voor de marketing professional. En daarmee ondersteunen we eigenlijk wat er gebeurt met de content nadat de creative professional ermee klaar is, zou ik het ongeveer zeggen. Het voordeel is dat die twee omgevingen ook nog geïntegreerd zijn. Dus het is alle mensen in de organisatie die aan brand marketing doet, die vooral aan de visuele kant zitten en aan het maken van mooie ervaringen, zijn in één omgeving met ons verbonden aan de mensen die in een bedrijf die het op een website moeten plaatsen of op een social pagina. Of die er allemaal ingewikkelde analytics meedoen bijvoorbeeld. Oké, okay. Nou, dat zijn ook wel een beetje de innovaties die jullie dan in de retail brengen. We zijn hier in de Amsterdam Arena. Welke retailer is dan volgens u de absolute kampioen op dit moment en waarom? Ja, er zijn heel veel, moet ik alvast voor zeggen, heel veel kampioenen op deelgebieden. Er zijn dus bepaalde kampioenen die het heel goed doen op cross-channel ervaringen. Er komt Burberry's bijvoorbeeld in gedachten, maar er zijn ook eigenlijk heel veel andere grote namen te noemen. Die ik vooral als voorbeeld wil noemen is Nike. Dus een retailer en een brand manufacturer, zoals wij dat noemen. Die het voor elkaar heeft gekregen om hun marketing, dus de verschillende disciplines die je in marketing hebt. Dus het aantrekken van nieuwe klanten. Het zorgen dat ze converteren op je verschillende sites en apps en dat soort zaken. En het analyseren van je klanten om later, dus die hele ervaring opnieuw weer te voorzien van de betere inzichten. Om dat te integreren. En het zou niet verbazen dat het een grote klant van ons is. Maar we kunnen ook zien in vergelijking tussen in hun branche. Dat zij het goed voor elkaar boksen om intern de organisatie op deze tools te laten samenwerken. En daar kunnen wij niet alle credit voor nemen. Wij hebben wel de omgeving zo gebouwd dat dat mogelijk is. Maar wat we bij heel veel klanten zien is dat die nog zoeken naar de manieren om wat de tools al kan. Om dat intern in de organisatie voor elkaar te krijgen. En daar is Nike in het bijzonder goed in geslaagd. Ook omdat ze hun indirecte en directe kanaal van dezelfde omgeving voorzien. En dat is, als je het al voor elkaar hebt gekregen om de marketeers met elkaar te laten samenwerken, dan is het nog de volgende stap om de marketeers van de verschillende kanalen met elkaar te laten samenwerken. En dat doen ze erg goed, dus vanwege die reden wil ik hun graag uitlichten eigenlijk. Oké, en u noemt nou heel veel internationale retailers, zeg maar. En hoe ziet u dan de toekomst van de Nederlandse retail? Heeft daar bijvoorbeeld e-commerce en mobile, heeft die daar een grote rol in? En hoe ziet u die toepassing bij uw bedrijf? Ja, nou, we hebben een aantal klanten in Nederland die voorop lopen in de race, zullen we maar even zeggen. Dus Philips is een goed voorbeeld van in retail, zou ik Ahold en Bol.com willen noemen. Maar wat ons wel enige zorgen baart, als je ook kijkt naar het buitenland, is dat we in Nederland kleinere stappen nemen dan ze in het buitenland doen. Heeft enigszins te maken met de investeringsbereidheid en ook het investeringsklimaat in retail op dit moment. Wat, als je het in Nederland bekijkt, niet alleen procentueel gezien natuurlijk anders is, maar ook puur qua volume. In Amerika en in Duitsland hebben we natuurlijk, de budgetten zijn ook kleiner, maar ze zijn op zichzelf nog redelijk groot. Maar het heeft ook te maken met iets wat we wat minder goed begrijpen. Wat in Nederland altijd heel sterk is geweest en nog steeds is bij retail, is de ondernemingsdrift en met name de internationale expansie daarvan. Dus we hebben maar weinig voorbeelden in Nederland. Eentje die niet per se retail is, maar wel een goed Nederlands voorbeeld, is bijvoorbeeld Booking.com. Die heeft het eigenlijk voor elkaar gekregen om een Nederlandse model wereldwijd uit te rollen. De mogelijkheden van het web en van digital, van marketing en e-commerce online, is juist dat je dat met dezelfde investering kan doen. En we zien toch veel retailers in Nederland een propositie opbouwen en heel lang in Nederland blijven voordat ze over de grens gaan. En ik denk dat het wel tijd wordt om daar die volgende stap te gaan nemen. Om naar het buitenland te kijken met de propositie die je in Nederland hebt opgebouwd. En de mogelijkheden zijn er echt volop om dat bijvoorbeeld eerst online te doen. Om in het buitenland eerst online ervaring op te doen voordat je daar fysiek begint. Dus dat soort stappen die zien we nog wel als kansen, zullen we even zeggen. Maar er gebeurt in Nederland ook hele mooie dingen en dat is soms heel erg onderbelicht. Dus dat we in Nederland hebben een heel goed start-up klimaat. Zelfs zeker gezien de gebrekkige grote fondsen die daarin investeren, zijn we in Nederland voor innovaties heel goed. Adobe partnert ook met een aantal van dat soort bedrijven. Als het om mobile gaat bijvoorbeeld specifiek, zijn Nederland eigenlijk redelijk ver. En dat verbaast me dan weer dat dat in de internationale pers
weer wat minder naar voren komt. Dus we hebben onze marketing en onze expansiedrift, wat die we van de VOC zouden hebben moeten overhouden, moet zeggen. En waar bedrijven als Unilever en Heineken groot mee zijn geworden, die zouden we op online zeker wat meer kunnen benutten. Maar gelukkig zijn de kansen daarop wel volop.